FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Wim Jonk, ben je opgelucht? Ben je opgelucht? In welke zin ben ik opgelucht? Nou, dat het misschien toch voor de buitenwereld misschien wel lang geduurd heeft voordat jij je contract bij Volendam verlengde. Ja, maar dat is meer voor de mensen die daar van buitenaf tegenaan kijken. Voor mij was dat helemaal niet zo'n issue. Dus dat intern hadden we al heel snel de juiste intenties met elkaar. Het gaat alleen om van oké, wanneer praat je over bepaalde dingen verder. De belangrijkheid van de competitie op dat moment. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, laat het even stilzetten. Dan gaan we op een later tijdstip, evalueren we alles even. Ja, en dan maak je weer de juiste stappen om de juiste dingen weer richting het nieuwe seizoen te doen. En dat is natuurlijk Eredivisie. Ja, en daar moeten alle neuzen dezelfde kant op. Het is voor jou nooit een ding geweest. Je hebt het nooit bang geweest dat het niet goed zou komen. Nee, want die intentie die was er vanaf dag 1. Ik heb A gezegd en dan zou ik ook B zeggen. Alleen het gaat er wel om dat je met elkaar evalueert. En dat je ook scherpte aanbrengt op het moment dat het nodig is. Met elkaar. Om tot het volgende niveau te komen. En ja, dat is alleen maar goed om jezelf te evalueren en ook de organisatie moet daarin mee. Op welke manier denk je nog wel eens terug aan vorig seizoen? Ik kijk meestal snel weer vooruit, dus ik ben nooit zo'n terugkijker. Maar je denkt nog wel eens terug aan een moment in een wedstrijd of maar dat komt bij mij af en toe in flarden terug als ik weer met een training bezig ben. Dus dat is heel gek, want dan ben je alweer bezig met een aanvalsopzet of een opbouw van achteruit. Ja, zo komen die dingen bij mij terug, maar ik kijk meestal weer vooruit. Als je dan vooruit kijkt naar dit seizoen en je ziet de spelers weer voor het eerst deze week, wat tref je dan aan? Nou ja, vooral weer een groep die gretig is, die weer zin heeft om te trainen. En natuurlijk kijken spelers ook weer van, zijn er al nieuwe jongens, hoe staan we ervoor, zijn er nog blessures? Ja, en dan ga je weer met frisse moed beginnen aan een nieuwe episode. Hè? Verandert er wat voor jou? Ja, tuurlijk verandert er wat voor mij. Wat dan? Nou, omdat je toch te maken krijgt met een hoger niveau. Dus dat vergt van jezelf ook een hoger niveau nog. Niet dat nou jou helemaal van stuk brengt, maar je weet wel, dingen die vorig jaar nog wel eens de goede kant op vielen, zullen nu beter moeten aangepakt worden, want anders vallen ze wel de verkeerde kant heen. En daar moet je je eigen op voorbereiden, daar moet je je eigen tegen wapenen. Ja, en dat is natuurlijk het streven van ons allemaal, om een hoger niveau te halen. Dat is mooi, we hebben natuurlijk weinig jongens die dit niveau hebben meegemaakt. Dus ja, dat moet voor hun ook een enorme, prachtige uitdaging zijn en een challenge om ook op een hoger niveau je eigen te etaleren. Nou, en dat moeten we als hele club. En ook onze supporters zijn daar ontzettend belangrijk in. Om ons daarin enorm te ondersteunen. Wat natuurlijk vorig jaar en de jaren ervoor ook al in gang gezet is. Met uitwedstrijden, maar ook hier thuis. Ja, dan mag het nog wel wat heftiger en het liefst alles in oranje, weet je, dat zou prachtig zijn om die energie vanaf de tribune of van het veld naar de tribune, die wisselwerking, die moet gewoon mooi zijn. En ja, daar hoop je op dat komend seizoen nog een dimensie extra erbij krijgt. Ja. Dat was natuurlijk al het geval, zeker de laatste paar wedstrijden, hè, met uitverkochte stadions en mooie sfeer. Dus ja. dat kan dus volgens jou nog iets tandje hoger. We zijn op de goede weg, dus ja. Laten we daar elkaar ook in challengen. Ja. En ja, dat is, je ziet dat ook, dat straalt ook op de groep af. En dat hebben we gewoon keihard nodig in de Eredivisie. Jij hebt de spelers, of jij hebt de supporters nodig, maar de supporters die willen ook graag wat van jou. Die willen namelijk dat de selectie versterkt worden. Waar ben je naar op zoek? Nou ja, natuurlijk ben je als je promoveert, zoek je natuurlijk naar toch weer de dingen waarvan je weet van nou, als je je elftal evalueert van het afgelopen seizoen of seizoenen, waar zit nou de echte behoefte als je een stap hoger maakt om daar echt te kunnen verrassen? Want dat is eigenlijk wat je wil. Nou, ja,
dan probeer je wel in elke linie een versterking te halen. Nou, binnen de krapte die er is, financieel, ja, moeten we daar prioriteiten hebben. En daar gaat het eerst om. En daarom duurt het gewoon wat langer. Als je natuurlijk heel gericht gaat zoeken en je kan je geld maar één keer uitgeven, ja, dan moet je eerst proberen die prioriteiten voor elkaar te hebben. En spelers lopen er wel, alleen ja, spelers hebben ook keuzes. Dus die wachten ook vaak wat langer. Ja, dus we moeten nog een aantal gesprekken voeren om te kijken waar het kwartje valt. En wat zijn die prioriteiten dan? Nou, dat heb ik net genoemd. In elke linie wil je daar wel minimaal één speler bij. En dan zien we verder. Maar dat geeft wel een bepaalde kracht aan. Van, we hebben natuurlijk afgelopen jaar veel spelers gebruikt. Dus ja, je wil ook naar een groep toe die fysiek nog wat verder komt dan het afgelopen jaar. Dus de inzetbaarheid van al onze spelers moet naar een hoger niveau. Dus daarom, die challenge ligt er voor alle spelers individueel. Maar ook als team zal je op een hoger niveau moeten acteren. Wil je wedstrijden echt naar je hand zetten en domineren en noem alles op, maar tot resultaten komen. Ja, want verandert er iets in de speelwijze nu je op een hoger niveau voetbalt? Nou ja, dat heeft ook weer een samenhang met de eventuele nieuwe spelers die komen. Want dat bepaalt uiteindelijk het geheel van oké, wat past het best bij deze spelers? En dan ga je echt werken naar... En tuurlijk heb ik als coach voorkeuren. Weet je, daar hebben we het vaker over gehad. Maar dat zal heel erg afhangen ook van de nieuwe jongens die erbij komen. En past dat heel goed bij wat we hebben en kunnen we daar verrassen. Dus je moet binnen een wedstrijd ook wat dingen kunnen aanpassen en net iets anders neerzetten. Waardoor het ja, eventueel een tegenstander in de war brengt. Waardoor je tot verrassing kan komen. Vind jij dat Volendam zich kan meten met ploegen die nu in zeg maar, de onderkant van de Eredivisie spelen? Met clubs die gepromoveerd zijn, die daar vorig jaar al speelden. Vind je dat Volendam daartussen past? Ja, tuurlijk. Tuurlijk wel. Waarom niet? Je bent niet voor niks gepromoveerd. Je moet heel goed kijken waarom je zelf gepromoveerd bent en waar de verbeterpunten zitten. Maar ook je eigen wapens, je kracht. En als je dat nog een aantal stappen omhoog kan brengen, ja, dan kan je ook in de Eredivisie gewoon stappen maken. En je zal er ook af en toe een paar tikken voor je kop krijgen. Maar dat maakt niet uit. Dat hoort er ook bij in een proces op de weg omhoog. En ook, dat zal ook voor de spelers gelden, dat je natuurlijk af en toe ook met teleurstelling te maken krijgt. En hoe snel sta je weer rechtop als je valt. Ja, dat gaan we zien. Wanneer is het seizoen geslaagd? Nou, geslaagd als je het voetbal wat je graag wil spelen, dat op de mat komt. En als je daar vol in gelooft met z'n allen en je vol hart daarin, ja, dan uiteindelijk komt het goed. Maar dat stukje, dat moet wel samenkomen. Dat moet niet alleen woorden zijn. Weet je, dus je moet een bepaalde speelwijze hebben, maar daar volle bak in gaan. En dan kan je af en toe een tegenslag hebben. Maar als je daarmee omgaat en je staat elke keer weer op en je blijft 90 minuten gaan tot het laatste stukje door, dan uiteindelijk red je het. En kom je waar je wezen moet. En blijf je gewoon in dat voetbal. En als wij dat geloof hebben, ja, dan gaan wij hele mooie dingen laten zien op het veld. Daar ben ik van overtuigd. En dat zou voor mij een geslaagd seizoen zijn. Want je kan wel zeggen, ja, we moeten erin blijven. Ja, dat zegt iedereen. Als je dat niet wil, dan houd het op. Het liefst wil je zeggen, ik wil kampioen worden. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. Dus we zullen heel goed moeten kijken. Maar vooral, het gaat er mij vooral om, kunnen we een ploeg samenstellen die met dat gevoel elke wedstrijd speelt. Met tegenslag kan omgaan, snel herstellen en daardoor weer in een bepaalde flow kan komen. Ja, dat proces ben ik heel nieuwsgierig, omdat je met heel veel jongens te maken hebt die het voor het eerst gaan ervaren. Dus dat is super interessant. Wat zeg je eerste gevoel? Nou, ik ben daar heel positief over. Maar het gaat, in het begin zal het nooit zo'n probleem zijn, weet je. Dus mensen zijn altijd enthousiast, want je krijgt iets nieuws. Maar hoe sta je over 2 maanden?
Dus iedereen nog zit hier in die focus in. En blijf je volharden in de dingen waarmee je bezig bent. Ja, en dat is het. Dat is het mooie stuk van dit vak. Aan jou ligt het niet, hè? Aan mij zal het niet liggen, nee.